Goedemorgen. Wij zijn wakker. Wij gaan lekker ontbijten. Wij hebben een krentenbroodje met kaas en het eitje komt eraan. Maar we hebben minder goed nieuws voor onszelf, voornamelijk nu. Het is best slecht weer. Nou ja. Ja, het regent en het waait. Even zien. Het is droog op dit moment. Ja, nu wel, maar het regent wel af en toe een beetje. Spettert. Oh, het waait wel. Zie je dat aan die vuilnisbak? Ja. Dus wij blijven hier nog een dagje sowieso, want wij kunnen niet rijden met deze wind. We gaan niet lijkt rijden niet met die wind. Nee, ja. Lijkt me niet verstandig inderdaad. Dus wij blijven hier nog een dagje. En vanmorgen geeft hij iets minder wind aan, dus waarschijnlijk gaan we dan naar huis. Maar het worden vandaag denk ik binnenactiviteiten. Dan. Okay. Dus dan gaan we even verzinnen wat we gaan doen. Ik ben ondertussen even een ei aan het pakken. Ja. Want het water komt. Heb jij lekker geslapen? Heerlijk geslapen. Ik werd om 9:30 wakker. 9:30 mensen. We hebben gewoon mega goed uitgeslapen hier. Ja. Ik ben trouwens wel een beetje benieuwd naar de mensen die ook een caravan hebben. Vanaf welke windkracht gaan jullie absoluut niet meer de weg op? Wat is niet verstandig om te doen? Geef nu volgens mij windkracht 5 aan. Dat vinden wij al dood. Vinden wij al best wel eng. Dus wij gaan vanaf windkracht 4, 5. Dan denken we al van, is dit verstandig? Met de camper lijkt het me sowieso dat je... Ja, dan had ik nu denk ik al de weg opgegaan. Dat kan wel, maar met de caravan is het toch... Ja, vind ik het toch wat lastiger. Mm-hmm. Het hangt los achter die, hè? Ja. En ik vraag me ook altijd af van... Kan een caravan snel omwaaien of valt het wel mee? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Maar ik denk wel dat je gaat slingeren. Oh ja. Maar omvallen... Ja. Hoe vaak zie jij in het nieuws er zijn caravans omgevallen? Nou ja, best vaak. Echt? Ja, dan zie je toch wel eens dat er zo'n caravan op de snelweg is gecrashed. Oh, ja. Dat die omgevallen is. Dus dat is echt wel mijn grootste angst. Dat je op de weg rijdt en nou dat je... Dat zou echt iets voor ons zijn. Ja. Dus laat even weten in de reacties, want ik ben echt serieus benieuwd. Want misschien maken wij ons wel veel te druk om een klein beetje wind. Of klein beetje. Nu waait het wel erg, vind ik. Want morgen geeft die windkracht 3 aan. Ja, dan kunnen we wel de weg op. Ja. Oké, mensen. Wij zitten dus hier gewoon lekker rustig aan het ontbijt. En toen horen we zo in één keer een schot van een pistool of zo. Of van dit een geweer. Vreselijk. Wat was dit? Die man. Nelly die ging gelijk naar buiten. Ja, ik denk, wat is dit? Die zegt, ik ga het vragen. Die was helemaal, die stond helemaal strak. Voor zelf een gauw plofte een caravan of wat zoiets. Was dit? Hij had een nieuwe, de glasfles was op en hij had een nieuwe gasfles aangesloten. Ja. En dan, die vrouw zegt, dan moet je eigenlijk wachten tot hij ontlucht is, maar geen geduld. En hij doet hem aan of open, weet ik veel. En dat, bovenop een caravan hebben ze een dingetje. En dat schoot er met, door de druk schoot dat eraf. En dat was die kamer. Okay. Niks aan de hand hoor, zegt hij. Die vrouw zegt, nee hoor, geen Oekraïne hier. Nou, je schrik je dood. Ja. Ik dacht dat het een jager was of zo. Iemand dacht, die wordt geschoten op dieren. Zou dat... Ja, dat kan toch? Maar dit was dus overdag. Een gasfles. Wat heb jij een gek ei? Ik heb een heel wat gek is ei. Dit? Het is ook geschrokken, dit ei. Wat is hiermee gebeurd, joh? Nou ja. Oké, nou, ik ga ook verder met mijn eitje eten. Die heb ik er ook zo tussen gehoord. Oh, dit was echt schrikken. Zo zie je maar wat een knalgas kan geven. Ja, maar ik snap nog steeds niet helemaal wat er dan precies mis is gegaan daar. Je moet hem eerst ontluchten. Wat moet je ontluchten? Dat weet ik niet, dat hebben wij nog nooit gedaan. Nee. Geen idee. Het regent nog steeds. Nog steeds, het begint hier net. Nou ja, het begint net, maar vanwege het weer gaan wij dus even een spelletje doen. Even rummy cuppen en dan hopelijk
is het vanmiddag droog. Maar dit is ook leuk, toch? Ja. Normaal gesproken doe je dit niet zo snel. Nou, dan gaan we naar buiten. Dan zijn we gelijk op de weg. Dus, nou, hoeveel stenen pakken wij? 13 volgens mij. 13? Ja. Wij zijn inmiddels overgestapt naar regenwormen. Toepasselijk ook met het weer. Met de regen. We hebben net gerummikut. Nou, dat heb ik gewonnen. En nu lijkt het erop dat ik ga verliezen. Ja, nou, dat zegt allemaal niks. Ik ga dit ook niet winnen, denk ik. Kijk daar gaan. Kijk daar nou, die vrouw. Kijk die stapel. Niet normaal. En dood. En dood. Dood? Oké, okay. Leg maar neer. Maar wij wilden dus eigenlijk zo gaan afwassen, maar de eigenaresse die kwam net hier aan de deur. We hebben een storingtje in de ketel, dus ja, dus wij kunnen nog eventjes niet... Nou ja, we konden wel afwassen, moesten we het water ergens anders vandaan halen, in het douchegebouw zelf. Ja. Dus als het straks eventjes droog is, gaan we die kant op. Het wordt zo droog. Ja, we maken eerst dit spelletje even af. Dan gaan we afwassen en dan... Daarna gaan we nog een spelletje doen, toch? Skibbo. Dan hebben we alle spelletjes gedaan. Wat doe jij? Wat is dit? Voor dan de rest hebben we alle spelletjes gedaan die we mee hebben. En dat was de bedoeling. Nee. Nee. Ja, we hebben nog een Skibbo mee. Ik wou eigenlijk naar een meubelwinkel. Maar daar gaat niet, hè? Daar hoezo niet? Die is dicht. Oh. Die meubelwinkel die hier zit, die is dicht. Oh. Op maandag. Oké. Okay. Dus, ik weet niet wat wij gaan doen. Nou, spelletjes. Ja, maar we willen toch ook wel even naar buiten of zoiets. Ja, straks. Als het droog is. Nou, ik ga weer een poging doen. Ja. 1, 2. Nou, wij zijn inmiddels toch maar eventjes de caravan uitgegaan. Het regent nog steeds. Ik heb net even de vuilnis weggebracht en Nelly die is aan het afwassen, dus daar loop ik nu naartoe. Even kijken hoe ver ze is en of ik nog even mee moet helpen. Daar staat ons eitje nog steeds, nog niet weggewaaid. Maar kijk, wij staan dus voor een aantal bomen. En hier zijn dus met de storm zijn er een aantal bomen gesneuveld. Die liggen hier in stukjes. Maar ik zeg net tegen Nel, deze bomen die zien er ook niet al te stevig uit. Kijk even. Die gaan helemaal heen en weer. Dus stel dat er nou zo'n boom valt. Dan valt hij dus precies op het ei. Nou ja, daar gaan we maar niet van uit. Maar het ziet er wel een beetje eng uit. Dus ik hoop dat die wind zo gaat stoppen. Sowieso is dit geen fijn weer om te kamperen, maar ja. Je verandert er niet zoveel aan. Ik zie er in de verte allemaal emmers rollen. Er staan dus emmers omgekeerd om die elektriciteit te palen. Kijk. Maar daar in de verte, ja, jullie zien het misschien niet. Maar daar rollen dus al die emmers heen en weer. Die bomen zien er ook niet al te stevig uit. Kijk dan, dat gaat helemaal heen en weer. Nou, daar is Nel. Die is aan het afwassen. Alles waait weg. Ja? Zelfs het schuim waait uit mijn afwasbak. Dat ligt op de tuinbank daar. Oh ja. Ja, dit is echt... Niet heel prettig. Nee, dit is niet prettig, nee. Maar je bent bijna klaar, zie ik. Ja. Oh, oké. Okay. Maar ja, het is wel handig als er iemand komt helpen dragen. Ja, dan help ik je daar eventjes mee, toch? Heb je snel gedaan? Ja. Is het koud of niet? Nou, nee. Oh. Maar die meneer die liep hier net. En die zegt, er zit nog 80 liter warm water in. Dus oh. Ik kom wel hier afwassen. Oké. Okay. Nou, wij waren dus onderweg naar Zutphen. En toen kwamen we langs deze winkel. Dit
En ja, deze viel ons natuurlijk gelijk op. Te huur. €55 per dag. Moet je hier erin? Echt? Ja, dat denk ik. Wauw, dit is gewoon nog kleiner dan die van ons. Kijk dan. Dit is gewoon echt alleen een bed. Nou, eruit, want dan is het een naald. Super grappig dit. Nou, en dan hebben we nog de kip Shelter. Nou, zij gaat gelijk overal in kijken natuurlijk. Oh ja. Ja, de kip Shelter. Ja, ja, ook leuk. Ook leuk. Deze hebben we ook nog bekeken toen. Ja. Die is ook te huur. Ja. Caravan Centrale Leuvenheim. Wauw, deze is super stoer. Deze zag ik ook al vanaf de weg. Deze is zo gaaf. Echt heel gaaf. Ja. Oké. Daar heb je de rug heen. Ja, deze is gewoon stoer, ja. Het is een off-road model. Wat is dit? Ook gaaf. Even de binnenkant. Ja, dit is in principe gewoon alleen een bed. Dit kan je. Oh, dit is de gaas. Ik dacht dat je die van twee kanten kon doen. Oké. Okay, ja. Kijk, en dit is een luifel. Dit wordt de volgende. Wat kost dit? Hoe duur? Wow. Kijk, okay. En de keuken zit dus achterin. Ja, met zo'n keuken moet je wel gegarandeerd mooi weer hebben, vind ik. Ja, dat kan niet. Het zou nu al niet werken bij ons, met dit weer. Nee. Het is wel super mooi gemaakt. Echt. Echt top. Ja, ik vind het uiterlijk gewoon echt stoer. Maar waar zit je watertank dan? Geen idee. Kijk dit ook. Ja. Bushcan. Maar wij hebben wel serieus naar zo'n modelletje toen gekeken. Dat was een Gobana. Gobana. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar dat was ook zo'n model. Nou, superleuk dit, hè? Ja, ik zou het ook zo aanschaffen. Maar verder, jij hebt een deukje en een dingetje. Een leuke. Dit is echt te gek. Ik vind het echt te gek. Echt waar. Coolbox vignette. Ja. Ja, dit is dan de oh, voorzichtig. Nee, dat kan niet tegen. Dat kan niet tegen. Daarom gebruiken we hem in de verhuur. Dan kunnen we laten zien hoe sterk die is. Maar hier heb je geen gas. Nee, dit is een ops. Dat was een buurstand, maar daar hebben we een werking gesteld. Ja. Hier niet. Ja. Maar dat zou ik wel prettig vinden. Dat is ook makkelijker. Nou mensen, ja. Deze is dus de huur, wordt net gezegd. Dus als jullie interesse hebben. Ik probeer een nieuwe voor de verhuur, SK. En ik heb er weer een badgast. En wat betaal je voor de verhuur? €500 per week. €4,45. Oké. Okay. Inclusief luif, zoals die. Dat is een mooi luif. Ja. En dan verhuren dan weer apart zijn van de wijze dat zo weer. Oké. Okay. We hebben er een gekocht. Wij zijn helemaal verliefd geworden. Nee, grapje. Grapje, we hebben er niet een gekocht. Nee, die meneer die heeft ons best wel veel verteld. Superleuk natuurlijk. Mm. En je kunt ze voor een weekendje huren, maar ook voor een week. En daar hebben we nu een foldertje van gekregen.
Hoeveel zou zo'n ding wegen? Weet ik niet. Maar die groene die daar stond, die was ook van afgelopen zomer was hij verhuurd geweest. En toen is hij drie weken naar de Noordkaap geweest. Ja. Er stonden ook foto's van. Ik ga toch eens even kijken op internet hoeveel die weegt. Nou, hartstikke leuk. Nou, wij gaan naar Eierkamp, Zutphen. Ja. We hebben een nieuwe hobby. De boomkruiper is We zien dan vogels buiten. Kijk, deze. Nou, dat zien jullie helemaal niet. Zoveel regen is hier. Ja, hij gaat hey, daar is een roodborstje. Waar? Kijk, hier is een vogeltje. Oh ja. En daar is een vogeltje. Waar is hij nou? Hallo vogel. Hier, ja. Oh ja. Wat is dat dan voor een vogel? Nou, dat was een roodborstje volgens dit mij. Dit is de appelvink. Kijk. Dit? Ja, kijk dan. Oh ja, die lijkt er wel op. Nou, kijk. We zijn dit dus aan het doen. Vogels kijken. Dit is de appelvink. We moeten een boekje met vogel... vogels erin. Vogels kieken. Skieten? Kieken. Kijken. Ja, duidelijk dit. Duidelijk. Ja, de appelvink. De appelvink. Die hebben wij hier gewoon naast de caravan. Staat bovenaan. Appeldieet, appelvink. Ja. De chif-chaf. Nog nooit van gehoord. Wij kennen alleen de koolmees, de roodborst en een merel. Maar we dachten dat de merel bruin was, maar die is zwart, toch? Ja. Hé, die heb ik hier vanmorgen... De bondspecht? Nee, die heb ik ook nog niet gezien. Maar je ziet hier dus superveel koolmeesjes, roodborstjes, appelvinken... En halsbandparkieten. Nee. Nee, was een grapje. De cape. Dat kan ook nog. Een koolmees. Koolmees, inderdaad. Maar het verschil tussen een pimpelmees en een koolmees zie ik ook niet. De pimpelmees is met zijn blauw petje en gele buik een van de bekendste tuinvogels. En de koolmees, dus hij heeft een petje... En de koolmees heeft een zwart petje. Oh, oké. Okay. Nou, dan moet je daarop letten. Ja. Nou, we hebben eigenlijk geen zin om te eten. Of, om te eten? We hebben wel zin om te eten. Ik heb geen zin om te koken. Dus we dachten, we gaan sushi afhalen. Maar helaas. Er is niks open hier. Dus wij gaan richting onze woonplaats. Nee. Valken. Wij gaan valken, ja. We gaan naar Van der Valk. Dan gaan we daar maar eten. Het lijkt vandaag veel op die vorige vakantie. Toen gingen we ook naar Van der Valk. Ja. Maar nu gaan we denk ik naar de kanterel. Of niet? Ja. Naar de kanterel. Naar de kanterel. Wil je er ook mee bij? Dus, ik heb zin in soep. Ja, en, ik ook. Ik heb zin in een mosterdsoep, denk ik. Oh, lekker. Of aspergesoep. Laatste avond. Morgen gaan we weer naar huis toe. Ja. Dus daar gaan we nog even wat leuks van maken. En dan gaan we onze vakantie verder vieren thuis. Op de bank. Op de bank. Achterstallige huishouding wegwerken. Ja. Dan kan jij huiswerk maken. Ja. Wat dom. Ja, het is ook geen optie om langer te blijven, want ja, het is gegeven wind aan. Ja, dat verhaal heb ik vanochtend al uitgelegd. Dus ja. Dus, wij gaan uit eten. Lekker. Hopen dat er plaats is. We gaan niet bellen, we gaan gewoon heen. We gaan gewoon heen. Knap iemand die maar wegstuurt. Nou, wij zijn bij Van der Valk beland en we hebben allebei de kipsaté, maar vooraf Peking eend. Ja, dat was ook lekker. We hebben nog wat friet bij. Hij smaakt lekker. Lekker. We gaan even warm water tappen, want we zijn inmiddels weer terug op de camping. Ja, ook ja. Want vol. We denken eigenlijk dat we niet genoeg gas meer in die grote gastank hebben.
En we hebben geen... Wat heb jij nou onder je oog? Een bukkel. Nou ja, in ieder geval, we denken dus dat we niet genoeg gas meer hebben. Dus we vullen het even met warm water. Dat hoeft niet zo heel lang. Dan hebben we morgen nog een warm kopje thee. Nou ja, dat is camping, mensen. Die kleine gastankjes zetten we natuurlijk niet meer neer, want morgen gaan we naar huis. Ja, het is nog steeds regenachtig. Maar het regent echt pijpenstelen nu. Ja, echt. Weg hier naartoe, die is helemaal blubberig en modderig. Ik ben echt benieuwd of wij morgen... Al zegt dat we niet meer weg gaan komen. Ik denk dat we vast gaan zitten met de caravan. Ja, nou ja. Heb ik nou al die sleutels? Ja, volgens mij wel. Ja? Nou, hebben we alles gevuld? Ik heb warm water, want ze moet ook een kruikje natuurlijk. Nou, dit fleurige douchegebouwtje... Ik vind het toch wel leuk hier. Hartstikke leuk en schoon. Ja. Heel schoon. Ja. Het is vloerverwarming hier en nou ja, het is gewoon echt mega schoon. Nogmaals, het kan niet beter. Kan niet beter. Wel. Papier, dat is ook altijd handig. Vuilnisbakjes. Hier kan je nog je handen desinfecteren, zeepjes, dingen, alles. Nou, top. Het is echt top, inderdaad. Ja. Nou, wij gaan... Mutsen op en wij gaan met die banaan. Het is ondertussen een uur of... weet ik het. 9, volgens mij. 9:30. Ik doe even mijn muts op. En ik doe de camera uit. Want anders wordt 10 nat. 9:10. 9:10. Goedemorgen. Het is 8:30. Al is haar gezicht aan het wassen. We zijn al aangekleed. Ja. Moet dit? Moet dit nu? Moet dit nu? En we zijn al aardig ingepakt. Ik zie uit, joh. We zijn al aardig ingepakt. Hier is allemaal rommel. Het gaat haar haarkamer. En dan... Poncho. De poncho ligt klaar. Zo'n wegwerpdingetje, die trekken we aan, ja, en dan gaan we beginnen. Nou ja, we zijn al begonnen, maar buiten moeten we beginnen. Even de watertank vullen. Legen, vul water. De watertank legen, de portapotty legen. Afwas. Elektriciteitskabel oprollen. Maar die is heel vies, door al die regenval. Dus dat gaan we allemaal doen. Ja. En binnen is eigenlijk alles volgens mij ingepakt. Toch? Meestal wel, ja. Ja. Dit heeft toch ook geen nut? Wat? Ik maak dit droog, maar... Het wordt weer nat. Het wordt weer nat, dus dit moet binnen gedaan worden. Ja. Deze is leeg. Ga ik een sopje maken. Nou, wat is dit? Heb je jezelf ook al laten zien? Nee. Van de mensen? Nee. Nee, hè? Nou, ik zal het ook even vastleggen hoe jij erbij loopt. Ik voel me ook echt een verzopen katje nu. Maar het is... Ik regen voel niet... me de Oekraïense vlag. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Nou, we zijn wel in stijl. Echt, hè? Maar... Het regent niet super hard of zo, maar het is echt van dat miezer.
Dat was een hele fijne, miserige regen. Dan word je best wel nat van en als je thuis ja, in de stad Hannes. Er is iemand de ramen aan het zeemen. Die is nogal precies. Nou, inderdaad. Huppakee. Nou, je mag me vaker helpen. Kom maar. De lichten in de caravan gaan aan. Oh, dat je nog niet uitgedaan. Nou, dit is de weg waar Ali dus van wakker heeft gelegen. Je hebt serieus wakker gelegen vannacht. En ja, heel slecht geslapen. Ja, en ze heeft zich ook druk gemaakt over, ja, misschien kom je wel iemand tegen. En wat zegt Rob, de camping-eigenaar? Die zegt, ik rijd iedereen voor, want je kan inderdaad niemand tegenkomen op deze weg. En dan bel ik mijn vrouw dat de weg vrij is en kan iedereen die komt en gaat veilig de weg op of de weg afrijden. Want het kan maar één persoon hier rijden. Wat een service, hè? Ja, ze zijn echt heel vriendelijk. Ja, ze zijn echt twee hele lieve mensen. Ja. Ja. We gaan zeker een keer terugkomen. Ja. Die vrouw die zegt net tegen mij, er zijn hier ook veel dassen. En die spelen dan echt 's nachts op het veld. Ze had ze dit jaar nog niet gezien. Dat maar meen je of niet. Ze er heel blij mee is, niet echt. Want ze eten ook best wel dingen kapot. Oh. Ja. Nou, dit is toch. Ja, voor hun is dat natuurlijk niet leuk. Maar als je twee spelende dassen op het veld ziet. Ja. Geweldig, denk ik. En toevallig hebben we ook een kijker die ons een berichtje stuurde via Instagram. Dat ze ook een keer in een, met een jager mee was geweest. En die had ook twee spelende dassen gezien. Ja. Ook superleuk. Nou, is het ook wel grappig dat zij dat nu ook vertelt. Ja. Ja, heel toevallig ook. Ja. Oh, dit stukje is best wel modderig, hoor. Oké. Ja, jullie zien het misschien niet goed, maar ik voel het wel met het rijden, zeg maar. Glibberig. Ik zie die eigenaar al staan in dat hesje. Ja, hij ging zijn hesje aan gedaan. En hij begeleidt je dus tot aan het eind er weer uit. Ja, heel fijn. Ja, echt heel fijn. Nou ja, dit is dus de weg. Het onverharde pad van en naar de camping. Ja. Hier is de begraafplaats. Achter de kerk. We zijn er bijna. Moeten wij straks links of rechts trouwens? Links toch? Want ik heb mijn mobiel niet. Ik heb geen idee waar wij heen moeten. Kijk, hij staat daar iedereen tegen te houden, hoor. Wat gaat hij doen? Hij gaat in naar de overkant. Nou, dit is echt heel lief. Dit heb ik ook nog nooit meegemaakt op een camping. Nee. Ik ben ondertussen even navigeren. Nou, doe maar wat hoor. Heb je hem nu op de stalling? Oh nee. Nou, we zijn inmiddels weer terug bij de stalling. De caravan staat weer op het terrein. De mat inderdaad. En dan hebben we alles uit de auto gepakt. Helemaal top.
Dit was het dan. Ja, wij willen de vlog afsluiten. Ja. Het was korter dan gepland. We zouden langer weggaan, maar vanwege het weer eerder vertrokken naar huis. Maar we hebben het alsnog heel leuk gehad. Ja, superleuk. We gaan zeker een keer terug, denk ik, naar deze camping, toch? Sowieso, ja. Echt, de camping is mij goed bevallen. Dus ja, mij ook. Wij gaan daar zeker nog een keer naar terug. En dan sluiten wij bij deze de vlog af. Wij bedanken jullie voor het kijken. Abonneer op ons kanaal. En doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden.